Ik trap af van ons tweeën. Mijn naam is Tessa van Loenen en ik ben onderzoeker bij VAROS en ook verbonden aan Radboud UMC als onderzoeker bij de onderzoeksgroep Gezondheidsverschillen. En wij zullen deze lezing gaan vertellen over chronische stress en hoe dat doorwerkt op gezondheidsvaardigheden. Zoals Corieke net al vertelde, hebben wij vanuit VAROS recentelijk een publicatie is er verschenen. Door Karen en mij geschreven met een aantal collega's nog. En in deze publicatie kan je nog veel meer detail vinden. Deze presentatie gaat deels hierover. Wil je nou aan het einde van nog veel meer weten, pak dan vooral die publicatie erbij om meer details te horen. Wij zijn zeker niet de enige die met dit thema bezig zijn. Er is telkens meer aandacht voor die schadelijke impact dat stress kan hebben op het leven van mensen en op de gezondheid van mensen. En bijvoorbeeld, stresssensitief werken in het sociaal domein is telkens meer aandacht voor. Maar ook hoe stress doorwerkt als je veel stress hebt in je jeugd. Het is heel mooi juist dat er vanuit verschillende domeinen aandacht voor is. Want het heeft gewoon allemaal effect op die gezondheid. Even kijken hoor. Onze focus van onze publicatie is op die sociaal-economische gezondheidsverschillen. We weten dat mensen die een laag sociaal-economische status hebben, dat die minder lang leven gemiddeld en ook vaker ongezonder zijn dan mensen met een hogere sociaal-economische status. En we weten ook dat die mensen in kwetsbare posities met een laag sociaal-economische status vaker wonen en werken en te maken krijgen met omstandigheden die heel stressvol zijn en vaak ook langdurig veel stress geven. Op deze dia's zie je een aantal van die bronnen van stress waar mensen in laag sociaal-economische positie of een kwetsbare positie vaak langdurig mee te maken hebben. Dat zijn die blauwe plaatjes aan wat meer aan de linkerkant. Bijvoorbeeld geldzorgen. Of het wonen in een slechte woning met veel vocht bijvoorbeeld. Of wonen in een wijk waar veel overlast is. Of het gevoel van onveiligheid heerst. Dat zijn bronnen van stress waar je echt langdurig, of een langere periode, aan bloot wordt gesteld. En daarnaast zijn er nog een heleboel bronnen die eigenlijk een soort van bronnen van stress, die een soort van trigger zijn, die weer opnieuw die stress kunnen doen opwakkeren. Bijvoorbeeld, als je niet goed kan lezen en schrijven, die ingewikkelde brief die je niet begrijpt, maar waar je wel weet dat je er iets mee moet, of je weg niet kunnen vinden, of het krijgen van een naar een afspraak gaan bij de dokter. En zeker ook als je niet goed begrijpt wat de arts vertelt. Daarnaast zijn er nog een aantal levensgebeurtenissen waarvan we ook weten dat die een enorme impact hebben en die stress goed kunnen verhogen, zoals het verlies van een dierbare, echtscheiding. Maar ook migratie en vlucht is daar een hele belangrijke in, wat ook voor langdurig en veel heftig stress kan veroorzaken. Hoe werkt die stress dan door op gezondheid? Een stress is een hele normale reactie van je lichaam op een stressor. Hè? En een stressor is dus die bron van stress. Bijvoorbeeld, die beer komt op je afrennen en je weet te reageren. Je lichaam raakt in een staat van paraatheid om opzij te springen, om te vechten of te vluchten op wat je dan gaat doen. Maar ook examen, hè? Als je een examen moet doen, zorg die stress die het bij je oproept, dat je kan concentreren op dat examen. Ja, en dat je kan focussen. Hetzelfde geldt voor deze presentatie nu. Toen jullie allemaal binnen de druppelden, voelde ik toch mijn stressniveau wel een beetje omhoog komen. Maar het zorgt er ook voor dat ik gefocust ben op deze presentatie geven. En dat ik mijn geheugen kan inschakelen om ook weer te bedenken wat ik jullie allemaal wil vertellen. En straks, als deze presentatie voorbij is en ik denk, nou, volgens mij is het wel goed gegaan, dan ebt die stress gewoon langzaam weg en heeft mijn lichaam weer tijd om te herstellen.
als je dus zo'n stress hebt, als je zo'n bron van stress tegenkomt, en dat kan heel bewust zijn, maar het kan ook onbewust zijn, of het kan zelfs iets zijn wat jij denkt, waar je aan denkt, wat eventueel misschien ooit stress kan gaan geven, dan komen er hormonen vrij in je lichaam. Bijvoorbeeld met name cortisol en adrenaline. En die cortisol die regelt eigenlijk van allerlei processen in je lichaam. Allerlei cellen worden daardoor aangestuurd. Bijvoorbeeld wat er gebeurt is je versnelde hartslag. Of dat er suiker wordt vrijgemaakt zodat je voldoende energie hebt om te reageren. Maar het zorgt ook voor de activatie in je hersenen. Waardoor je dus vaardigheden kan inzetten en doelgericht kan handelen naar die stressor. Dus bijvoorbeeld dat ik mij nu kan concentreren. Zoals ik net al zei, als deze presentatie afgelopen is, dan herstel ik weer van stress. Dat is wat je ziet in dat eerste grafiekje. Hè, mijn stressniveau die daalt weer met de tijd. Maar wat gebeurt er nou bij chronische stress? Dan sta je dus onder constante, hoge concentraties van die hormonen. En dat ontregelt voortdurend die processen in je organen en in je hersenen. En het kost heel veel energie voor je lichaam om te herstellen en weer opnieuw in balans te komen. En een kleine trigger als die brief kan weer opnieuw zorgen dat je weer hoog in je niveau van hormonen zit. En die langdurige blootstelling die leidt tot schade aan bijvoorbeeld organen, hart- en vaatstelsel, stofwisseling in je immuunsysteem. En nog wel belangrijk om hier dan bij te vertellen is dat je niet wordt geboren met een stresssysteem. Dat ontwikkelt zich in je jeugd, met name in de eerste fase en ook in je adolescentie. En dat gebeurt stap voor stap in interactie met de omgeving. En je leert als het ware om te gaan met die bronnen van stress. En wat je ziet is dat kinderen die opgroeien onder veel stress, daarom ook meer kans lopen later op ziekte, maar zeker ook anders reageren op bepaalde stressbronnen. Nou, wat doet dat dan met je lichaam en je hersenen? Nou, wat ik net al zei, wat we in de literatuur in ieder geval hebben gevonden, is die hoge levels van hormonen, die leiden tot hart- en vaatziekten, tot diabetes, overgewicht. Ook overgewicht als je wel gewoon een gezonde leefstijl hebt. Dus dat laat dat wel zien, dat er gewoon echt processen in je lichaam anders lopen, waardoor bijvoorbeeld je vetopslag anders is. Ook een verminderde afweersysteem, verminderde vruchtbaarheid. Ook veel psychische klachten heb je meer kans op, zoals verslaving of depressie of angst. En heel belangrijk, dat cognitief functioneren. Ja, dus het in kunnen zetten van bepaalde vaardigheden die je nodig hebt om te kunnen handelen. En wat je dus ziet is veel concentratieproblemen, minder goed geheugen, impulsief gedrag vertonen, moeite met plannen en organiseren. En die vaardigheden, die noemen we executieve vaardigheden. En die worden dus verminderd op het moment dat je langdurig aan stress wordt blootgesteld. En dit zijn ook de vaardigheden die je nodig hebt om gezondheidsvaardig te kunnen zijn. Om je weg te kunnen vinden in de zorg. Om te kunnen snappen wat een arts zegt. Maar ook om te kunnen plannen om vervolgens de gezondheidsacties eruit te kunnen halen. Dit is een lijstje van vaardigheden die door Jungman is beschreven in het boek Stress-sensitief werken in het sociaal domein. Er zijn verschillende van dit soort lijstjes, maar bijvoorbeeld je plannen, afspraken kunnen maken en ook daadwerkelijk tot actie overzetten. Maar ook je emoties reguleren vallen hieronder. En deze vaardigheden verminderen dus, waardoor het moeilijker is om doelgericht te handelen en jezelf te reguleren. En dan kom ik op die wisselwerking tussen stress en gezondheidsvaardigheden. Want door die hoge level stress vermindert je mogelijkheid om die vaardigheden in te kunnen zetten. En beperkt het dus je gezondheidsvaardigheidscapaciteit om te kunnen handelen. Dus hoe meer stress, hoe beperkter dus die gezondheidsvaardigheden worden. En tegelijkertijd hebben we net ook gezien dat beperkte gezondheidsvaardigheden een enorme bron kunnen veroorzaken voor stress. Dus brieven niet kunnen lezen, niet kunnen snappen, niet kunnen handelen of niet goed kunnen functioneren binnen die zorg. En dan kom je in een soort van loop terecht.
Hoe werkt dit door op het dagelijks leven? Nou, we hebben net al een aantal voorbeelden genoemd. Maar bijvoorbeeld hebben we gezien hè, dat adviezen van de huisarts niet worden opgevolgd. Medicatie vergeten wordt te gebruiken of afspraken vergeten. En zeker ook die verwaarlozing van sociale contacten. Is hier wel belangrijk in, want juist die sociale contacten kunnen we heel goed helpen om, nou ja, om uit die stress te komen en uit die cirkel te komen. En hoe werkt dit dan door op gezondheidsverschillen? Tot slot in mijn verhaal. Wat je dus ziet is dat mensen in sociaal, een lagere sociaal-economische positie veel te maken hebben met bronnen die langdurig stress veroorzaken. Zo'n bron bijvoorbeeld in dit plaatje als veel geld zorgen hebben, zorg voor die stressreactie in je lichaam. En daardoor kan je minder goed nadenken. Je impulsief gedrag neemt bijvoorbeeld toe. Je gaat ongezondere keuzes maken, waardoor je problemen verergeren. De stress wordt weer erger. Je krijgt er weer nieuwe problemen bij. Wat weer verder je executieve vaardigheden vermindert. En die verminderen van die executieve vaardigheden zorgt ervoor, naast dat je gewoon fysiek ongezonder wordt, ook nog zo dat het telkens minder mogelijk voor je wordt om om te handelen, om hieruit te komen. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is nu hoe die wisselwerking zit tussen enerzijds het hebben van stress en hoe dat als doorwerkt op het gezondheidsvaardig kunnen zijn en tegelijkertijd hoe dat gezondheidsvaardig kunnen zijn, dus ook weer echt, of een beperkt gezondheidsvaardig kunnen zijn, weer kan leiden tot extra stress. Dan geef ik graag het woord aan Karen, die ons gaat vertellen dat het, nou ja, dat je er ook wel wat aan kan doen. Ja, dankjewel Tessa voor deze goede inleiding. Jullie hebben net kunnen horen inderdaad wat de enorme impact van chronische stress is op gezondheid. En de volgende vraag is natuurlijk, wat kunnen we hierin betekenen? We hebben op basis van de literatuur een aantal handvatten geformuleerd van dingen die je kunt doen waarvan we weten dat het stress kan verlichten, maar ook stress kan voorkomen bij mensen. Een aantal van die handvatten die zijn meer gericht op het individuele patiënten- of cliëntencontact, maar een aantal handvatten zijn ook meer gericht op bijvoorbeeld gemeenten, hoe die kunnen bijdragen aan een stressvrije wijk. Een aantal handvatten zijn ook gericht op het niveau van organisaties en instanties. Ik ga ze straks even kort doorlopen. In de publicatie hebben we per handvat ook een aantal praktische tools en instrumenten waar we naar verwijzen, die je daarbij in kan zetten. Dus je krijgt nu eigenlijk een korte overview van wat we hierin kunnen betekenen. Ik kijk even of ik toegang heb om de presentatie verder te sturen. Ja, dan zal ik beginnen inderdaad met het eerste handvat. Wat ik nog wil zeggen is inderdaad, de bedoeling is dat dit ook toepasbaar is in verschillende domeinen. Dus niet alleen in de zorg, maar ook het sociaal domein, de jeugdzorg, in alle instanties van de gemeente, WMO-loketten of het UWV, de Belastingdienst, noem maar op. Dus het is breed geformuleerd en sommige zijn van toepassing meer op de zorg en andere misschien wat meer ook binnen wat algemene cliëntencontact. Maar kijk vooral hoe je in je eigen werkveld hier dit zou kunnen benutten. Dan het eerste handvat is het herkennen en benoemen van signalen. Het blijkt dat het ongelooflijk belangrijk is om stress te benoemen zodra je het ziet als zorg- of hulpverlener. Want dit draagt al bij aan verlichting. Je ziet daar rechts een uitspraak van een huisarts die dit ook aan ons verteld heeft. Dus ook al kun je weinig anders doen, het benoemen en erkennen van iemands situatie, dat helpt al in de stressverlichting. Nou, belangrijke signalen zijn natuurlijk op het niveau van het gedrag, hè, hoe mensen al binnenkomen. Op het gedrag van de cognitie, dus hè, hoe goed kunnen mensen zich nog concentreren? Of zijn ze continu dingen aan het vergeten? Dat zijn signalen. Maar ook lichamelijk, hè, als mensen veel klachten, langdurig klachten hebben, dan kan het natuurlijk, kan stress een onderliggende oorzaak zijn. In de publicatie verwijzen we ook naar een aantal handvatten die je daarbij kunnen helpen om deze signalen. Ah, hij gaat al door. Handvat 2 is gericht op maak mensen bewust van wat stress met je doet. Dit gaat eigenlijk om een stukje psycho-educatie. Want op het moment dat mensen zien
dat wat er aan de hand is met hen ook vrij normaal is. Dat je dus stress krijgt in deze omstandigheden. En dat dat vrij normaal is en niet betekent dat je persoonlijk faalt, draagt bij aan stressverlichting. En daar is ook weer allerlei onderzoek naar gedaan, dat psycho-educatie op het terrein van stress uitleggen ook stressreducerend kan werken. Dus het gaat om een stukje normaliseren eigenlijk van wat er met je gebeurt als je stress hebt. Een tip daarbij, wij hebben een korte animatie gemaakt, waarin we de werking van chronische stress heel eenvoudig hebben geprobeerd uit te leggen. Dit hebben we samen gedaan met een aantal taalambassadeurs. Dus die hebben ons advies gegeven over de plaatjes die we kunnen gebruiken, de woorden die we dit kunnen gebruiken om uit te leggen wat stress met je doet. Er is straks nog een subsessie over dit thema. En daar zullen we dan de animatie ook even laten zien. En daar even wat verder op doorpraten. Een andere tip is om de visuele cirkel die Tessa net liet zien, is ook eigenlijk een heel mooie afbeelding om mensen mee te nemen in dat verhaal van wat stress nou met je kan doen. Handvat 3, persoonsgericht en empathisch werken. Hier is veel onderzoek naar gedaan. Zodra artsen of zorgverleners, maar ook op andere domeinen persoonsgericht werken. En dat betekent dus daadwerkelijk contact maken, je verdiepen in de leefwereld, echte tijd nemen voor mensen, kan bijdragen aan stressverlichting. Of in ieder geval zorgen dat je geen stress toevoegt. En het versterkt ook de vertrouwensrelatie. En het wederzijds begrip neemt toe, waardoor je eigenlijk ook gevoeliger wordt voor de signalen van wat er speelt in iemands leven waar mensen stress van krijgen. Om persoonsgericht en empathisch te kunnen communiceren, daar zijn ook allerlei trainingen weer voor mogelijk. In de publicatie verwijzen we ook naar een aantal trainingen die je daarbij kunnen helpen om ook echt die persoonsgerichte manier van werken je eigen te maken. Even kijken. Handvat 4. Het belang van, ik denk dat dat in deze groep behoorlijk bekend is, maar het spreken en schrijven van begrijpelijke taal voorkomt natuurlijk enorm veel stress. Als voorbeeld hebben we hier staan een uitspraak van iemand die we gesproken hebben en die vertelt van ik heb een brief van het UWV gekregen. Ik weet eigenlijk niet waarvoor ik moet komen. Dit geeft mij al veel stress. Ik ben nu al erg zenuwachtig tot het moment dat ik de afspraak heb. Het zou me helpen als in de brief duidelijk staat wat de bedoeling is. Deze mevrouw die ligt er eigenlijk toe, vooral dat die brief onduidelijk is waarom zij naar het UWV moet komen. En zij dus al die dagen stress heeft tot de afspraak. Het zijn eigenlijk dingen waar een UWV een instantie op kan inspelen. Door helder taalgebruik kun je de stress voorkomen. Dit geldt natuurlijk ook binnen allerlei voorzieningen in de zorg, in het sociaal domein. We verwijzen in de publicatie, een tip is de sneltest voor een gezondheidsvaardige organisatie inzetten. En er wordt eigenlijk je hele organisatie gescreend op hoe toegankelijk en laagdrempelig is de organisatie voor mensen met beperktere gezondheidsvaardigheden. Met veel aandacht voor begrijpelijke taal. Deze is ook op de VAROS website te vinden. Handvat 5 is het versterken van vaardigheden en geloof in eigen kunnen. Je komt tegen, het is bekend van chronische stress, dat het enorm impact heeft op je zelfvertrouwen, je zelfredzaamheid en het gevoel van controle hebben over jouw leven. En dat verlies van die controle en grip hebben op je eigen situatie, dat is enorm stressvol. En wat de juiste aanpak hierbij is, is kleine succeservaringen laten opdoen. Dus mensen eigenlijk stap voor stap weer kleine succesjes laten behalen om dat zelfvertrouwen eigenlijk weer aan te sterken. Positieve bekrachtiging werkt daarin heel goed. Hier ook verwijzen we eigenlijk ook weer naar heel veel studies die dat echt laten zien, dat in de praktijk, als je vooral benadrukt ook wat weer goed gaat, mensen dat zelfvertrouwen weer terugkrijgen
en daardoor ook hun vaardigheden weer beter gaan benutten. Sociale steun en contacten stimuleren is heel belangrijk. Zodra mensen in de omgeving ook weer... ik zie een vraag voorbij, komt is iemand meenemen toegestaan? Ik heb hier als voorbeeld de zorgen in gedachten of een ziekenhuis. Als je een afspraak hebt, kan het mensen veel steun geven om daar met z'n tweeën heen te gaan. Maar volgens mij is dat misschien niet in alle domeinen, maar op zich goed mogelijk. Een aantal elementen die hier staan, die komen ook uit de mobility mentoring aanpak. Die misschien wel bij een aantal mensen bekend is. De methode uit Amerika, waar ze eigenlijk al heel veel ervaring hebben opgedaan met het reduceren van stress bij mensen in armoede. Ik zag iets in de chat voorbij komen. Moet ik daar nog op reageren, Corieke? Over het filmpje? Als je er een snel en makkelijk antwoord op hebt, mag je het zeggen. Even kijken hoor. Dan zal ik even eerst het verhaal afmaken. Doe maar, want ik zie dat Francis al een linkje ook heeft gezet. Marlijn, precies. Trouwens. Ja. Waarvan we ook weten dat stress reduceert, zijn allerlei activiteiten. En het rijtje activiteiten dat hieronder staat, daar is ongelooflijk veel bewijs voor dat het stressverlichtend werkt. Dus daadwerkelijk je cortisol level omlaag gaat. Er zijn natuurlijk alle interventies ontwikkeld die zich hierop richten. Veel leefstijlinterventies kan je aan denken. Daarbij is het wel van belang om continu te kijken hoe goed sluiten die interventies eigenlijk aan op jouw doelgroep. Dus hoe toegankelijk zijn ze? En ook bij dit soort activiteiten is het heel erg belangrijk om aan te sluiten wat mensen zelf willen. Want mensen zullen niet gaan ontspanningsoefeningen gaan doen daar misschien als een heel andere interesse hebben. Dus ook weer het aansluiten en persoonsgericht werken staat hier natuurlijk voorop. Tessa noemde net al even in haar verhaal het belang van de ontwikkeling van kinderen. Het stresssysteem wordt namelijk ontwikkeld in je jeugd. En dat is ontzettend bepalend voor hoe je later in je leven met stressvolle gebeurtenissen omgaat. Daarom het belang voor eigenlijk altijd leren omgaan met die stressvolle omstandigheden. Je kunt ook niet alle stress wegnemen in het leven van kinderen. Daarom is het vooral van belang om de vaardigheden te ontwikkelen om met die stressvolle situaties te kunnen omgaan en er ook weer te van herstellen. Een voorbeeld daarvan is natuurlijk het programma Welbevinden op school, met veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Wat vanuit de jeugdzorg, de JGZ, belangrijk is, is alert zijn natuurlijk op stressvolle omstandigheden bij de ouders. Dus wat speelt er in een gezin dat mogelijk ook doorwerkt op het stressniveau van de kinderen? En vanuit andere domeinen zou je ook kunnen bedenken van mensen die bij de schuldhulpverlening zitten of huisvestingsproblemen hebben. Wat speelt daar en welke impact heeft dat op het hele gezin en de kinderen als je denkt ook aan het doorwerken van die stress in dat gezin? Ik heb een voorbeeld van een tip uit de publicatie. Dat is een beeldverhaal over opvoeden als je stress hebt. Allemaal materiaal, dus eigenlijk een begrijpelijke manier ook hier weer aandacht voor te hebben als het gaat om de jeugd. Handvat 8 is eigenlijk een beetje meer gericht op de gemeenten en instanties die iets kunnen doen aan het verlichten van stress of het voorkomen van extra stress. De eerste gaat inderdaad meer over instanties en die laagdrempelig en toegankelijk maken. Dat is waarschijnlijk heel herkenbaar voor veel mensen die al wat langer met de gezondheidsvaardigheden bezig zijn. En hier ook is die sneltest voor een gezondheidsvaardige organisatie eigenlijk een heel handig instrument om in te zetten. Omdat je dan eigenlijk op allerlei niveaus binnen de organisatie kijkt, wat kun je doen om te voorkomen dat je stress toevoegt. Doordat je bepaalde dingen niet optimaal hebt of begrijpelijk genoeg hebt ingericht. Die daaronder gaat over het veilig en aantrekkelijk maken van je leefomgeving in de wijk. Het kan dus voor een gemeente een onveilige wijk
Het draagt bij aan stress bij de inwoners. En een manier om dat in kaart te brengen is om met inwoners in gesprek te gaan. Om te kijken wat speelt hier in deze wijk en wat zijn nou extra bronnen van stress in deze wijk en wat kunnen wij als gemeente daarin oppakken. Ik formuleer daaronder, hebben we een tip ook gezet uit de publicatie. En dat is de leefplekmeter, bedoeld voor gemeenten, om samen met buurtbewoners eigenlijk de buurt door te lopen en te inventariseren van waar stoor ik mij aan in deze wijk, wat kan er verbeterd worden. Nou, allemaal manieren uiteindelijk om ook weer extra stress bij inwoners te voorkomen. Nou, dit waren 8 handvatten die in de publicatie allemaal wat uitgebreider nog worden toegelicht. En waar een rijtje tools en adviezen, of praktische tools en trainingen en dergelijke bij genoemd worden. De publicatie is te vinden op de VAROS website. Hij is gewoon online gratis te downloaden. Daar vind je ook een animatie met begrijpelijke uitleg over die impact. Uiteraard kun je bij vragen nog gewoon ook direct contact met ons zoeken. Tot slot, even afgerond eigenlijk. Ik heb natuurlijk even heel kort even die 8 tips doorgelopen. Maar in de basis komt het erop neer dat hè, als professional met veel klant- en patiëntencontact, dan is die basis toch echt dat begrip, erkenning, geduld. Hé, hij stopt ermee bij mij. Nou, ik kan hem even uit mijn hoofd doen. Dat is op basis van patiënt- en cliëntencontact. Aan de andere kant kan je natuurlijk als gemeente en instantie kijken van hoe kun je dingen faciliteren dat je extra aandacht hebt voor een stressvrije omgeving binnen jouw instelling of organisatie. En hoe kun je medewerkers bijvoorbeeld zorgen dat zij ook meer aandacht gaan hebben voor de impact van stress en stressvrije dienstverlening.